Dag Mark, meer en meer mensen kiezen er bewust voor om niet te trouwen, maar dat heeft uiteraard ook fiscale consequenties. En we zien dat steeds meer de overheden daar toch aan tegemoetkomen. Zo heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1 januari zijn schenkingsrechten en successierechten gemoderniseerd. Ik stel voor dat we in de video van vandaag de wijzigingen eens in detail bespreken. Mark van den Bloed, jij bent vermogensplanner bij de Grof Peterkam. Als we nu kijken naar die nieuwe ordonnantie in Brussel, dan is eigenlijk het concept van partners, dat heeft een nieuwe invulling gekregen, hè? Inderdaad, een van de belangrijke nieuwigheden ingevoerd door de ordonnantie van het Brussels Gewest van vorige zomer is inderdaad die verruiming van het begrip partners tot feitelijk samenwonenden. Daardoor zullen feitelijk samenwonenden, net zoals echtgenoten en wettelijk samenwonenden, kunnen genieten van de meest voordelige tarieven in zaken successierechten en schenkbelasting. Bijvoorbeeld zullen ze vanaf 1 januari van elkaar kunnen erven aan tarieven, successierechten die oplopen van 3% tot 30%, daar waar ze voordien onderworpen waren aan de tarieven die in de hoogste schijf konden oplopen tot maar liefst 80%. Belangrijke stap voorwaarts dus voor feitelijk samenwonenden op fiscaal vlak. Wat verstaat men in Brussel eigenlijk onder het begrip feitelijk samenwonende? Wel, daaronder begrijpt men twee of meerdere personen die effectief met elkaar samenwonen en een gezamenlijke huishouding voeren. De gezamenlijke inschrijving of de inschrijving in het bevolkingsregister zal een vermoeden vormen van het feitelijk samenwonen, maar dat vermoeden kan weerlegd worden. Belangrijk is ook te noteren dat het feitelijk samenwonen geen amoureuze relatie veronderstelt en dat het niet beperkt is tot twee personen. Dus meerdere personen, bijvoorbeeld broers, zussen of vrienden, kunnen op die manier met elkaar feitelijk samenwonen. Betekenen die nieuwe regels nu dat feitelijk samenwonenden op dezelfde manier worden behandeld als echtgenoten en wettelijk samenwonenden? Wel, er is inderdaad een grote mate van gelijkschakeling, maar er blijven toch nog altijd verschillen. Zo is er bijvoorbeeld de vrijstelling in zaken successierechten voor de vererving van de gezinswoning. Die vrijstelling blijft in het Brussels Gewest voorbehouden voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden. Daarnaast is het ook zo dat het feitelijk samenwonen nog altijd zal moeten bewezen worden en dat er een minimale periode van samenwonen zal moeten aangetoond worden alvorens men van die vrijstellingen, voordeeltarieven kan genieten. Minimale periode van 1 of 3 jaar, al naar gelang het geval. Mark, een andere nieuwigheid in de Brusselse regelgeving, die heeft betrekking op de overdracht van vermogen van de ene generatie naar de andere. En daar verandert er het een en het ander rond effectief het verwerpen van een erfenis, hè? Leg eens uit wat er nu wijzigt. Inderdaad, daar verwijst u naar een van de technieken die het mogelijk maakt een generatiesprong te realiseren. Namelijk het verwerpen van de erfenis ten voordele van de eigen kinderen. In Vlaanderen is het via die techniek al enkele jaren mogelijk om een dubbel fiscaal voordeel te genieten. Eerste voordeel, doordat men effectief dus die generatiesprong gaat realiseren en dus dubbele rechten op de overdracht, successierechten of schenkingsrechten gaat vermijden. En ten tweede zal men in principe een besparing aan successierechten kunnen realiseren, want als een ouder verwerpt de voordelen van meerdere kinderen, zal de progressiviteit in zaken de successierechten in principe doorbroken worden en zullen de successierechten in principe lager uitvallen. Dat tweede voordeel kon men tot op vandaag, tot eind 2023, in het Brussels Gewest niet genieten, doordat men fiscaal dus eigenlijk geen rekening ging houden met de situatie die civielrechtelijk in gevolge de verwerping ontstaat. Wel nu, dat gaat veranderen vanaf 1 januari dit jaar. En dus ook op dit punt gaat het Brusselse Gewest zich aligneren op de situatie die al enkele jaren in het Vlaamse Gewest speelt. Betekent dit nu dat de nieuwe Brusselse regels eigenlijk een volledige kopie zijn van wat er in Vlaanderen bestaat? Wel, er blijven toch nog altijd belangrijke verschillen tussen de beide gewesten.
verschillen bijvoorbeeld in zaken de tarieven, maar ook in zaken de vrijstellingen. Bijvoorbeeld de vrijstelling voor succesgerechten in zaken de vererving van de gezinswoning. In Vlaanderen zullen feitelijk samenwonen die vrijstelling wel kunnen genieten. In het Brussels gewest, zoals we net gezien hebben, is die vrijstelling enkel weggelegd voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden. Mark van der Vloed, bedankt voor de toelichting. En wie er meer over wil weten, die kan uiteraard bij jullie terecht, bij de vermogensplanners. Inderdaad.